Roy, hallo, alles hey, goed? Barry, ja, absoluut. Ja, heel veel lekker gegeten. Dit is overgebleven. Ik wil dit niet weggooien. Ik wil iets lekkers van maken. Nou, daar kunnen we wel wat mee. Ik zat te denken aan bitterballetjes van risotto. Dus als je dan derde kerstdag nog visite krijgt, heb je nog wat lekkers. Oh, dat is leuk. Yeah. Dat is lekker. We gaan van stokbrood gaan we ook het paneer maken, want brood is een van de meeste dingen wat weggegooid wordt. Dan maken we hier wat croutonnetjes van, die gaan we drogen in de oven. Ja. En dan maken we ons eigen paneer. En Roy, weet je dat ook dat van de voedselverspilling helft er gewoon bij ons thuis gebeurt? Ja. Wij hebben geen helft dan tussen de boerderij en de supermarkt, maar de helft eigenlijk bij ons thuis. Dat we ons niet bewust zijn dat wij dingen, mooie dingen kunnen doen daarmee. Mm. Mensen zijn ook vaak bang dat ze tekort komen. Ja. Dus zijn al gauw geneigd natuurlijk om iets te veel te kopen. Ja. En het is zonde, want het zijn echt mooie producten. Het is een mooie risotto. Dan pak je een beetje risotto eruit. En dan maken we gehaktballetjes van. En doen we hem door de paneermeel. En als je hem één keer paneert, dan bakt die hoos waarschijnlijk stuk. Ja. En dan doen we een tweede laagje eromheen. Nou, bidden dat hij het houdt, hè? Ja. En dat is het tweede leven van de risotto. Hey. Gezondheid. Ja, dank je. Tegen het voedselverspillen.